worden een dagje ouder en wij dachten, wat gaan we doen? Gaan we verhuizen? Dat hebben we in eerste instantie geprobeerd en dat ging toch moeilijk. Moeilijk het huis verkopen en terwijl het hier toch best een mooie omgeving is. En toen hebben we gedacht, ja, dan moeten we het maar gaan verbouwen. Nou, dat hebben we gedaan. We hebben onder andere een slaapkamer hier beneden. He, je weet nooit hoe dat gaat later. Met traplopen en zo van het een kwam het ander. En we dachten, ja, het wordt zoveel. We nemen er een architect bij en laten daar eens een paar mogelijkheden uitwerken. Voor ons is, vind ik, die verbouw een heel goed proces geweest. We hadden een aannemer die enorm meedacht. Met alle kleine dingen. Een voorbeeld. We hebben nu een houtkachel. Maar als mijn man ouder is en niet meer met hout kan sjouwen, dan moet je een aansluiting hebben voor een gaskachel. Dus hij bedacht, maak achter jouw kachel een aansluiting voor een gaskachel. Ik wilde de wasmachine op hoogte hebben in de bijkeuken. Nou, dat had hij zo geregeld, een paar blokken, tegels eromheen en de wasmachine staat op hoogte. Heel belangrijk vind ik. We hebben dus steeds gezegd, en daar werkt hij ook perfect mee, alles moet gelijkvloers, alles moet makkelijk. Alleen niet iedere installateur, niet iedere bouwondernemer, ja hoe moet ik het zeggen, weet dat. De tegelman die de vloer gelegd heeft, had hem zo gelegd dat toen wij gingen douchen, het water niet in de drain, in die goot, verdween, maar doorliep naar de slaapkamer. Toen wij hem daar later op wezen, zei hij, nou maak je toch een drempeltje? Nou, kijk, dat is nou net wat we niet wilden. Dus dat is een hele toestand geweest om hem ervan te overtuigen dat we geen drempeltje wilden, dat hij tegels uit moest breken en dat hij het anders moet maken. De wastafel in de badkamer hebben we zo gekozen dat we er ook met een rolstoel onderdoor kunnen. De breedte van de buitendeur heeft de aannemer bij nagedacht. Ja, allerlei dingen en dat was heel prettig. Ik ben hier van alle gemakken voorzien, alles op hoogte, alles naar mijn zin. En wat ik heel belangrijk vind is dat we het nu gedaan hebben. Terwijl we gezond zijn, terwijl we alle tijd hadden, alle puf en energie hadden om dingen te kiezen en te regelen. En dan denk ik, nou dan komt er hopelijk nog een hele tijd waar we alleen maar kunnen genieten en niets meer van dat soort dingen hoeven te beslissen. Ja. Tot ziens!